Soldaten, burgers aan het front of ver achter de linies, ziekenhuizen en veldhospitalen in Oekraïne krijgen iedere dag wonden binnen. Mensen die vaak voor het leven zijn getekend. Correspondent Jeroen Akkermans sprak met een gezin en een soldaat over hun zware verwondingen. Het gezin Derek K. is dagelijks in het brandwondencentrum. De vijfjarige Anja is met haar vader onderweg naar de kinderopvang als vlakbij een militaire helikopter neerstort en explodeert. It's so loud and fire comes under me. Is it like this? It fell down to the garden and this is so scary. Haar moeder is thuis, rent naar buiten, maar vindt Anja pas in het ziekenhuis terug. She was on fire. The fire was everywhere. I understood that this is my daughter only when I saw the earrings. Na de behandeling van Anja's littekens is haar vader aan de beurt. Comfort. Ook hij krijgt de volle laag. Zijn lichaam is voor 30% verbrand. My arms and my legs and the face and the back. Vader en dochter zijn in eerste instantie overgebracht naar een brandwondencentrum in Oostenrijk. Sindsdien worden ze bijna dagelijks behandeld in Kiev. De therapie kan nog jaren duren. Massie heeft al heel wat operaties achter de rug. De frontsoldaat rijdt in zijn auto als een mortiergranaat explodeert. Shrapnel is coming in my eye. Damage bone and a part of my brain come outside. In this place. And they put the titan, take off my eye, so and I'm alive. Massi wil de verminking niet verstoppen. Integendeel, hij doet modellenwerk voor een kledingfabrikant. Iedereen moet hem maar nemen zoals hij is. Hij weigert een glazen oog. It's not beautiful. It's not normal. It's not naturally. It looks like I'm like a drink man, because a part of this place coming down and people don't understand what's happened with me. Massie wil iedereen met de realiteit van de oorlog confronteren. Terug in het ziekenhuis is de realiteit van Anja en haar vader er een van pijn. Here, all that area, yes, we can do skin resurfacing. Here, this area, this area. De moeder van Anja heeft één grote wens voor haar dochter. But I hope that we can cope with this problem with scars. And she will be a beautiful lady, like she was. Anja hoopt ooit arts te worden. Ze wil mensen beter maken.